Deze verdiepingssessie gaat over calamiteiten en de PRISMA-methode. De calamiteiten komen helaas altijd voor in de zorg. Dat zal altijd zo blijven. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En die calamiteiten moeten gemeld worden bij de inspectie voor inspectie gezondheidszorg en jeugd, heet ze tegenwoordig. Vroeger de IGZ, nu de IGJ. En in deze verdiepingssessie gaan we vooral in op die calamiteiten. En welke methode je daarvoor kunt gebruiken. En PRISMA is daar een hele goede methode voor. Niet de enige, ook niet verplicht om die te gebruiken. Maar het is wel een hele goede methode om de calamiteiten te analyseren. Maar hij kan ook gebruikt worden voor incidenten of voor bijna incidenten. Dus het is niet alleen maar een methode voor calamiteiten zoals jullie wel weten, maar ook voor andere dingen. Nou, wat is nou belangrijk bij die incidenten en calamiteiten? Dan gaat het eigenlijk om drie aspecten. Achterhaal wat er misging. Zoek uit wat de oorzaak is en tref maatregelen ter voorkoming van herhaling. Er is een brochure van de inspectie voor de gezondheidszorg. Van de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. En die brochure die beschrijft eigenlijk heel erg duidelijk wat nou een calamiteit is en wat je dan zou moeten doen. Wat de route is en welke stappen je daarin zou moeten ondernemen. En ik zal dus de belangrijkste onderdelen uit de brochure even hier naar voren halen. Allereerst van wat is nou een calamiteit? Want er zijn complicaties, er zijn incidenten en bijna incidenten en er zijn calamiteiten. En het is wel belangrijk om daar goed onderscheid in te maken. Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener die voor de gezondheid van de cliënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het handelen noodzakelijk is, dan wel sprake is van onherstelbare schade. En bij een complicatie, dat is een belangrijk onderscheid met andere twee definities, is dat er iets niet goed gegaan is, maar de zorg is wel goed gedaan. Dus dat is een belangrijk kenmerk van een complicatie. Een incident, zoals het beschreven staat in de wet klachten en kwaliteit en klachten en geschillen in de zorg. Een incident is een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade voor de cliënt. En bij een incident is er iets niet goed gegaan, maar is de zorg ook niet goed gedaan. Dus dat is het verschil met een complicatie. Een calamiteit gaat eigenlijk nog een stapje verder. Het is ook een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van een cliënt of ernstige schadelijke gevolgen van een cliënt heeft geleid. En ook hier geldt dat er iets niet goed gegaan is en de zorg ook niet goed gedaan is. Alleen het verschil met een incident is dat de gevolgen veel ernstiger zijn. Dus een calamiteit is een incident met een ernstig gevolg. Een ernstige schade of zelfs overlijden. Het is belangrijk om dit onderscheid te maken, want het maakt uit wat ermee gedaan moet worden. Hè. Een incident hoeft niet gemeld te worden bij de inspectie, een calamiteit wel. Er zijn drie zaken die gemeld moeten worden bij de inspectie. Dat is die calamiteit, zoals ik al zei. Maar ook geweld in de zorgrelatie moet gemeld worden. En de inspectie zei ook tegen mij dat dat ook heel erg weinig gebeurt. En ze kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat het zo weinig voorkomt. Zeker niet met een toch steeds complexer wordende doelgroep in de verpleeghuiszorg. Met steeds meer probleemgedrag. Het nadeel van dat geringe aantal meldingen is dat er ook landelijk, ook in de politiek, weinig zicht is op de complexiteit en het probleemgedrag in verpleeghuizen. Want die meldingen die zeggen natuurlijk wel iets over hoe complex het in een verpleeghuis is. En daar zijn heel weinig meldingen over. Een derde melding die gedaan moet worden is ontslag bij dysfunctioneren. We gaan het in deze verdiepingssessie alleen over calamiteit hebben, maar het leek mij toch handig om even te laten zien van wat je moet melden bij de inspectie. En gebeurt dat niet, dan kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd. De route voor de melding is zowel bij calamiteiten als bij geweld in de zorgrelatie dezelfde. Voor ontslag bij dysfunctioneren is er een andere route. Hoe is nu die route van het melden van een calamiteit? Die calamiteit moet binnen 3 werkdagen worden gemeld bij de inspectie.
Maar soms is niet duidelijk of iets een calamiteit is. Dan heb je eigenlijk twee opties. De ene optie is dat je het meteen meldt en vervolgens het onderzoek gaat doen zoals voorgeschreven is. Of je doet eerst zelf onderzoek om te kijken, is het wel een calamiteit of niet. En als blijkt dat het een calamiteit is, dan moet je binnen 3 werkdagen, vanaf het moment dat je dus bepaald hebt dat het een calamiteit is, dat melden bij de inspectie alsnog. En dan gaat gewoon de route weer verder. Als die melding gedaan is bij de inspectie, dan moet er verder onderzoek gedaan worden. Daar kun je dus de Prisma-methode heel goed voor gebruiken. En daarvoor heeft de zorgorganisatie 8 weken de tijd. En het rapport moet uiteindelijk naar de inspectie. En de inspectie beoordeelt op 3 onderdelen. Is het onderzoek zorgvuldig gedaan? Zijn alle mensen die erbij betrokken waren ook nu betrokken? Dus de cliënt, cliëntvertegenwoordiger, familie, zijn die bij dat onderzoek betrokken? En zijn de getroffen maatregelen voldoende? Dat zijn de 3 aspecten waarop de inspectie bekijkt of het goed gegaan is. En die melding die kan natuurlijk door zorgorganisaties zelf worden gedaan, maar ook burgers kunnen, mantelzorgers, kunnen ook melden bij de inspectie. Dan is de route natuurlijk wat anders, maar die kunnen zeker ook zelf melden. Nou, er is, wat de inspectie ook belangrijk vindt, is dat het een lerende organisatie is. En dat zal jullie niet verbazen. Hè. Leren van fouten, leren van de meldingen binnen zo'n veilig incident melden. Het leren van complicaties in complicatiebesprekingen. En het leren van calamiteiten door middel van de calamiteitenonderzoek. Dus dit zijn eigenlijk belangrijke aspecten die vanuit de inspectie. Wat ik al zei, dat onderzoek, daarvoor hoef je niet per se de Prisma te gebruiken. Dat is nergens voorgeschreven, maar het is wel een hele goede methode daarvoor. En ook de inspectie vindt dat een prettige methode, omdat je daarmee toch wel echt tot de kern van de zaak kunt komen, als je het op een goede manier doet. Ik heb vooral dit boekje gebruikt, Prisma Praktisch. Ik weet niet of jullie dat kennen. En dat is echt een heel handig boekje als je nog weinig weet van de Prisma-analyse. Prisma Praktisch van Hemmes en Zweekhorst. En zij beschrijven op een heel praktische manier die Prisma-methode. En die methode bestaat uit 3 onderdelen. De basisoorzakenanalyse, het klassificeren van die basisoorzaken en het nemen van verbetermaatregelen. En de basisoorzaak is een belangrijke term binnen Prisma. Dit is heel klein, dat kunnen jullie waarschijnlijk niet lezen, of wel? Kun je nog lezen achterin? Nee. Wat belangrijk is bij de Prisma-methode is dat je een oorzakenboom maakt. En die oorzakenboom die ziet er uiteindelijk zo uit. En wat hier heel kenmerkend aan is, is dat je niet beperkt tot 1 oorzaak, hè, dus niet 1 laag, al bovenin staat de gebeurtenis. Wat is er gebeurd? Dat staat beschreven. En vervolgens is dat vertakt in verschillende oorzaken, maar elke oorzaak heeft ook daaronder nog weer een paar lagen. Want het is namelijk belangrijk om steeds door te vragen van waarom iets niet goed gegaan is. Hier was dit voorbeeld komt ook uit het boekje, dat gaat over iemand die niet tijdig acute zorg heeft gekregen. En bij de eerste staat partner van patiënt belt naar afsprakenbureau in plaats van naar de poli of de huisarts. Je kunt zeggen dat is een oorzaak van dit probleem. Daarom is die patiënt niet op tijd bij de acute hulp aangekomen. Daar kun je het bij laten, maar daar heb je natuurlijk eigenlijk weinig aan, want daar heb je geen invloed op deze oorzaak. Wat je moet doen is de waarom-vraag stellen. Waarom heeft die patiënt naar het afsprakenbureau gebeld en niet naar de poli of de huisarts? En dan staat er, voor patiënt is niet duidelijk wie te bellen in geval van nood. Vervolgens stel je nog een keer de waarom-vraag. Waarom weet hij dat dan niet? Blijkt dus dat de poli geen informatiekaartjes gebruikt met telefoonnummers. En dan heb je een oorzaak te pakken waar je ook echt iets aan kunt doen. Dus dat is het belangrijkste bij de Prisma-methode, is dat je steeds weer de waarom-vraag stelt tot je bij de basisoorzaak, zoals zij dat dan noemen, bent aanbeland. Ik zei het al, bovenin zet je wat de gebeurtenis is. Hè. Prisma noemt dat de topgebeurtenis.
En de definitie daarvan is datgene wat niet is gegaan zoals eigenlijk de bedoeling was. Het is feitelijk en neutraal en bevat geen verwijzingen naar mogelijke oorzaken of personen. Dus het is een hele feitelijke beschrijving van datgene wat er misgegaan is. Vervolgens krijg je dus allerlei oorzaken en indirecte oorzaken. Want het is bijna nooit zo dat er één oorzaak ten grondslag ligt aan een calamiteit. Het is in bijna alle gevallen zo dat het een samenloop van omstandigheden is. Dus je zult al die verschillende oorzaken, zowel in de breedte als ook in de diepte uit moeten pluizen. En die basisoorzaken, wat je onderaan vindt, daar kom je dus door net zo lang te vragen van waarom is het nou misgegaan, tot er geen nieuwe objectieve feiten meer komen. Of onderzoek en verbetermaatregelen buiten de invloedssfeer van de onderzoekscommissie komen. Kijk, je zag net bij de oorzakenboom, bijvoorbeeld helemaal rechts, staat huisarts stuurt patiënt niet gelijk in. En dat is al een basisoorzaak, die is al met rood omgeven, want dat is natuurlijk een oorzaak waar jij als organisatie niks aan kunt veranderen. Dus dat is een reden om te stoppen met waarom vragen. Dan wil ik jullie nog twee bomen laten zien die eigenlijk niet goed uitgewerkt zijn. Als je zo'n boom hebt, zo'n hoge, smalle boom, dan is er wel goed doorgevraagd van waarom is het nou misgegaan, maar er is niet in de breedte gekeken. Van zijn er meerdere oorzaken die ten grondslag liggen aan deze calamiteit. Hier is de organisatie blijven hangen in één oorzaak. En dat is over het algemeen niet volledig. Dus als je zo'n boom hebt, dan moet je even bedenken van, zijn er niet meerdere oorzaken die van belang zijn. Je kunt ook een ondiepe boom hebben. Wel een brede, dus heb je wel alle oorzaken te pakken, maar dan heb je niet lang genoeg doorgevraagd. Dus dan ben je niet aanbeland bij de basisoorzaak. Dus deze twee bomen die zijn over het algemeen niet goed. Nou, wat doet Prisma nou nog meer? Prisma kent niet alleen maar methode om die oorzakenboom in kaart te brengen. Dat is natuurlijk wel de belangrijkste eerste stap. Maar die geeft ook een klassificatie van met codes het oorzakenprofiel. Want er zijn vaak terugkerende typen van oorzaken. En het oorzakenprofiel bij Prisma bestaat uit vijf aspecten. Dat zijn de technische basisoorzaken. Dus dan denk aan apparatuur, technische hulpmiddelen, maar ook software bijvoorbeeld die niet goed ontwikkeld is of niet goed bijgehouden of niet dat soort zaken. Dingen die defect zijn, slecht onderhouden. Organisatorische basisoorzaken, dan moet je denken aan omstandigheden, randvoorwaarden, maar ook onvoldoende overdracht, protocollen die niet op orde zijn. Het zijn vaak het gevolg van eerder genomen managementbeslissingen. De menselijke basisoorzaak, menselijk falen. Kennistekort, ervaringstekort, regelen en afspraken niet kennen, dat soort voorbeelden. Patiëntgerelateerde basisoorzaken, dan denk je aan herkenmerkende eigenschappen van patiënten buiten controle van medewerkers. Bijvoorbeeld taalproblemen, verzwijgen van symptomen, dat kan natuurlijk een belangrijke oorzaak van een probleem zijn, of niet therapie trouw. En een categorie overig. Net zoals dat het een klassificatie is van basisoorzaken, is er ook een klassificatie van verbetermaatregelen binnen Prisma. En er zijn eigenlijk zeven typen verbetermaatregelen. En die moeten gericht zijn op die basisoorzaken. Als je dat niet doet, als je de oorzaken doet hoger in de boom, dan doe je eigenlijk aan symptoombestrijding. Dus om het echt bij de wortel aan te pakken, moet je je verbetermaatregelen ook op die basisoorzaken richten. En er zijn zeven typen verbetermaatregelen. Dat zijn de verbeteropties in de techniek, complementeren of verbeteren van procedures, het effectiever en toegankelijker maken van informatie en communicatie, het aanbieden of verbeteren van trainingen, verbeteren van de motivatie, de escalatie, dus naar een hoger managementniveau tillen, of reflectie. Dat zijn eigenlijk de zeven verbetermaatregelen. Ik ga nog even terug naar die boom. En dan vind je hieronder, kijk, in de onderste staat technisch materieel. Dat was het ontbreken van dat kaartje met het telefoonnummer. Organisatorisch kennisoverdracht, categorie van het oorzakenprofiel.
En nieuwe afspraken over registratie in het dossier zijn nog niet volledig geïmplementeerd. Er is een misverstand tussen polioassistenten over wie wijzigingen doorvoert. Dat gaat over een menselijke tekort. En medewerkers geven vaak een eigen interpretatie aan hulpvragen en opdrachten. Dat gaat over organisatorisch en namelijk het onderdeel cultuur. Want al die, die vijf oorzaakprofielen die kennen ook weer een verdere detaillering. Dus zo heb je eigenlijk een complete boom gemaakt met topgebeurtenis, oorzaken, basisoorzaken en klassificatie in een oorzaakprofiel. En daarna beschrijf je dus die verbetermaatregelen waar, waar de organisatie zich op wil gaan richten. Dus dat is de beschrijving van de PRISMA-methode. Nou heb ik een paar weken geleden met de mensen van de inspectie gesproken. Van nou, wat vinden jullie nou als inspectie belangrijk? Dat wil ik jullie wel voorleggen. Straks kunnen we echt nog veel dieper ingaan op allerlei voorbeelden uit de praktijk ook. Maar dit zijn wel aspecten waarvan zij zeiden, ja, daar moeten we echt aandacht aan besteden. En dat is ten eerste, wat ik heb het net al eerder genoemd, dat organisaties een lerende organisatie worden. He, dat ze moeten leren van hun fouten, herhaling moeten voorkomen. Ook dat denken in risico's is belangrijk. Wat is er nu, wat zijn risicovolle zaken in onze organisatie? En daarbij gaat het niet alleen om inhoud, maar ook zeker ook om het proces. Die bestuurder die heeft een hele belangrijke rol. Die is natuurlijk eindverantwoordelijk, maar dat moet ook blijken uit zijn rol tijdens dit hele proces. He, zijn rol bij een calamiteit. En die bestuurder moet daar ook eigenlijk open over zijn. Iedereen weet dat natuurlijk, als er ergens iets fout gaat en het wordt in eerste instantie ontkend, dan voelen mensen zich enorm tekort gedaan en dan gaan ze vooral stijgen, zeg maar. Maar het moment dat excuses worden aangeboden en de kwaliteit serieus wordt genomen, dan zijn mensen ook al veel meer genegen om daaraan om mee te werken. En die bestuurder moet heel erg betrokken zijn, maar de inspectie zegt van laten we nou niet in de onderzoekscommissie zitten. Dat heeft twee redenen. De eerste is dat medewerkers dan veel minder vaak durven zeggen wat ze eigenlijk willen zeggen of moeten zeggen. En het tweede is dat je dan jezelf gaat adviseren. Dus de onderzoekscommissie, daar moet eigenlijk die bestuurder buiten blijven. Betrek de familie, al in een vroeg stadium bij het onderzoek, dat is belangrijk. En dat onderzoek gaat ook niet alleen maar om het verzamelen van data, maar ook om een goede analyse en die ontbreekt nog alles. Dus dan zijn er wel veel data verzameld, maar is de analyse eigenlijk niet gedaan. Een calamiteit zou eigenlijk emotioneel neutraal moeten zijn. Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde als een calamiteit heeft voorgedaan, wat altijd ernstig is en soms zelfs met overlijden, dan is niemand natuurlijk emotioneel neutraal. Maar het is wel belangrijk om toch te proberen afstand te nemen van het gebeuren en er toch met een buitenstaandersblik bijna naar te kijken. Tot slot nog iets over die samenstelling van de onderzoekscommissie. Er zijn geen vastgestelde regels voor, maar er zijn wel aanbevelingen, zeg maar. Het is altijd belangrijk om een inhoudelijk deskundige erbij te hebben. Het is ook belangrijk om meerdere disciplines te doen. Dus zowel mensen van kantoor, zeg maar, ondersteunend personeel, als managers, maar ook mensen uit het primair proces. Het is ook belangrijk om iemand bij te hebben die niet betrokken is bij het incident. Die kan veel beter die buitenstaandersblik uitoefenen, zeg maar, dan iemand die er wel bij betrokken is. En verder een extern voorzitter. En dat is alleen maar verplicht bij overlijden van een cliënt. Maar het is zeker eigenlijk ook aan te raden om het te doen bij ernstige schade, dus eigenlijk bij elke calamiteit. En die externe voorzitter kan ook iemand zijn van een andere zorgaanbieder. Daar zijn ook geen voorschriften voor. Nou, een paar ervaringen van de inspectie. Bestuurder is weinig in beeld en kan zich soms ook niet voorstellen dat het fout is gegaan. En dat toen ze het zei vanuit een dag, hoezo niet, maar het bestuur zegt van ja, we hebben het toch geregeld. Dat is ook zo, het was geregeld, maar daarom kan het nog wel fout gaan. Dus bestuurders zijn soms echt verbaasd over dat dingen, dat het echt fout gaat. Soms treden ze zelfs de daad prachtig op. Hè, als iemand een calamiteit heeft veroorzaakt en hij wordt meteen ontslagen.
Ja, dat werkt vaak averechts, want ten eerste is nog niet helemaal, of is nog niet bepaald of dat wel de enige oorzaak was, die persoon. En ten tweede, dan gaat er nooit meer iemand melden en nooit meer iemand praten. Dus dat echt daadkrachtig optreden van een bestuurder met ontslag, dat is niet altijd de beste, eigenlijk nooit de beste manier. Wat ik al zei, Prisma is een goede methode, is de ervaring van de inspectie. En de inspectie kijkt ook breder dan alleen de melding. Stel nou dat er bijvoorbeeld iemand ernstig gewond raakt na een val uit een tillift, omdat die tilbanden versleten zijn, er is geen controle op tilbanden. Waarom zou een organisatie dan wel iets anders controleren? Dus de inspectie kijkt dan ook breder, niet alleen naar die tilbanden, maar hoe zit het hier met controles van apparatuur bijvoorbeeld? Waar moeten nou coaches, maar ook zorgorganisaties op letten? Nou, dat vloeit eigenlijk een beetje voort uit wat ik al eerder gezegd heb. Hoe stelt die bestuurder zich op? Is er wel een lerende cultuur en geeft die bestuurder ook het goede voorbeeld? Als die zelf niet open is, dan kun je dat eigenlijk ook niet van je medewerkers verwachten. Hoe zit het met de meldingscultuur? Spreken mensen elkaar intern ook echt aan en leren ze van die fouten? Wordt ook geoefend met kleine incidenten? Als dat al wat makkelijker gaat, dan is het ook makkelijk om dat bij een calamiteit te doen. En wordt er ook aan risico-inschatting gedaan? Vragen medewerkers en management zich regelmatig af van wat is er nou niet goed gegaan en waarom is het niet goed gegaan en wat kunnen we doen om dat de volgende keer te voorkomen? En dat geldt eigenlijk ook voor die prospectieve risico-analyse. Wordt die gedaan, wordt er van tevoren al gekeken van waar zitten nou onze risico's? En waar je verder op moet letten als coach of als zorgorganisatie is of die verbetermaatregelen ook in de hele organisatie worden geïmplementeerd. En niet alleen op die ene afdeling waar die calamiteit heeft plaatsgevonden. De kans is groot dat het dan op andere afdelingen ook niet goed geregeld is. En dan in ieder geval moet je dat even nagaan. En tot slot nog een advies van de inspectie, bel tijdig. En overleg met ons als je vragen hebt, als dingen onduidelijk zijn.